Goeiedag. Het was deze donderdag bijzonder zacht voor eind oktober. En morgen doet de temperatuur daar zelfs nog een schepje bovenop. Maar voluit zonnig was het daarbij niet. Er trokken veel hoge wolkenvelden over het land. De zon kreeg daar af en toe ook een beetje een waterige aanblik van. En vooral in de westelijke helft waren die wolkenvelden wat dikker en leverde dat af en toe ook nog wat regen op. Zoals we hier zien op deze foto, genomen op het strand bij Scheveningen. Uitzicht op die dreigende regenluchten boven de Noordzee. Op de computerberekeningen van de weermodellen zien we dat neerslaggebiedje ook terugkomen. Dat trekt de komende uren weg in noordoostelijke richting. Daarna blijft het overwegend droog, maar zien we wel constant die aanvoer van hoge wolkenvelden. De meeste neerslag horend bij een lage drukgebied trekt allemaal ten noorden en westen van ons land. Dus in Nederland zal het de komende tijd overwegend droog blijven. Vanavond heeft vooral de noordelijke helft van het land nog met een laatste buitje te maken. Elders is het overwegend droog geworden. Komen wat opklaringen voor, maar ook nog steeds wel die flarde hoge bewolking. En die zuidenwind blijft die hele zachte lucht over ons land aanvoeren. En de temperatuur gaat daardoor ook maar nauwelijks onderuit. 16 tot 18 graden vanavond zelfs nog in de zuidelijke helft van het land. En ook komende nacht komt die temperatuur boven gemiddeld uit. In het zuiden blijft de temperatuur zo rond 16 graden steken. In het noordoosten met wat opklaringen koelt het nog af naar een graad of 12. Maar dan moet je je bedenken dat deze tijd van het jaar zo'n 12 tot 15 graden overdag klimatologisch gezien gemiddeld is. Dus we bevinden ons echt wel in wat uitzonderlijke omstandigheden wat temperaturen betreft. Morgen overdag blijven we met die zuidenwind te maken houden. Ook dan bevinden we ons weer in een hele zachte luchtsoort. In het uiterste zuiden van het land, dan heb ik het echt over het zuiden van Limburg, kan het lokaal op het warmste moment van de middag net 25 graden worden. Moet het qua wind en zonneschijn wel net meezitten. Op veel plaatsen in het zuidoosten zo'n 24 graden. En aan zee waar net iets meer wind staat, daar is het een graad of 20. Maar wel dus opnieuw die bovengemiddelde temperaturen met dus een matige wind uit zuidelijke richting. Dat zachte weer houdt voorlopig nog aan, maar de temperatuur zet wel een kleine daling in geleidelijk. Zaterdag gemiddeld over het land 22 graden, zondag een klein stapje terug naar 20. En in de nieuwe week zet die temperatuurdaling door, maar blijft het dus wel buitengewoon zacht. En de wisselvalligheid neemt dan ook geleidelijk weer een beetje toe.